Dit is een tuin met bomen. En voor de rest ben ik allemaal bloemen gaan aanleggen. Want wat, toen ik hier kwam was bramen en brandnetels en bomen. Kijk, hier heb ik een koekoeksbloem. Een maand geleden was het gewoon één roze zee hier. Dus dat vind ik wel heel erg leuk dat zo'n beschermde plantetje zo goed doet. Als ik die tuin niet had, dan was ik een heel ander mens. Het is een soort schilderen met bloemen wat ik doe. Zo. Daar word ik gelukkig van. Als ik groenten zie of groentetuintjes, dan vind ik niet mooi. Ik ben niet zo bewust bezig met biodiversiteit. Van, omdat ik biodivers moet zijn, moet ik veel soorten hebben. Maar het zit gewoon in me om veel afwisseling te hebben. En ik hou ervan dat je beesten ruimte geeft. Dus in de vijvers zijn ook kikkers en salamanders en daar komen libellen op af. En ik maak houtwallen, daar komen weer egels op af. Dus die afwisseling, daar zorg ik ook voor dat je schaduwplanten hebt. Dus met die bomen heb je ook schaduwplanten. En ik heb heel veel bordertjes, verhogingen gemaakt. Dan kan je weer andere planten op kwijt. Ik heb dus hier zevenblad, dat is een bonte soort. Normaal wordt dat als onkruid gezien. Ja, het ligt helemaal op, het is onder de bomen. En ik heb ineens zo'n lichtvlek wat zich helemaal oplicht. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Dat heb ik echt bij een kweker gevonden. Ik heb heel veel gekregen van familie, die ook allemaal tuingekken zijn. Stekken gekregen, van vrienden stekken. Ik ga vaak naar de markt. En ik neem wel eens een schepje mee als ik in de natuur loop. Ja, hier is een plant, dat is de wilde jasmijn of de dubbele jasmijn. Die groeit veel te ver de border in. Dus dan kunnen die planten eronder komen niet meer zo goed tot hun recht. En dan snoei ik hem wat bij. Als je niks doet, dan overwoekeren de sterke de zwakke. Dus het is steeds maar kijken, staat hij nog goed? Krijgt hij nog genoeg licht? Krijgt hij nog genoeg water? En dan ga je toch ingrijpen, wat ik echt heel moeilijk vind. Maar ik moet ingrijpen, anders hou je dat diverse niet. En het ontspant me heel erg, dus het lijkt veel werk, maar bij mij werkt het goed.